Het Academisch Ziekenhuis heeft vandaag de diploma's uitgereikt aan verpleegkundigen van de BBL1-groep. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. De feestelijke diploma-uitreiking vond plaats in het auditorium van het AZP. Het doel van de opleiding is de studenten de nodige competenties te leren om het toekomstige beroep zo goed als mogelijk uit te oefenen. De opleiding heeft 4 jaar geduurd. Verpleegkundig directeur van het AZP, Fausia Niamut, geeft aan dat het respect naar de medemens toe heel belangrijk is in dit beroep. Want je kan een goede professional zijn, maar als je met patiënten bij de communicatie en je attitude niet goed behandelt, dan kijk men de patiënten visualiseren, hè? Zijn lieve zuster, ook al heeft dat je niet goed behandeld, maar ze hebben geen begrip van hoe je wordt behandeld. Of je nou met een 1 pin zet, een hele wond behandeld, terwijl je 2 nodig hebt of 3, dan zien ze niet. Maar als je ze gaat schreeuwen, mevrouw, zet je voet goed nou, ik ben bezig. Hoe komt het over als patiënt? Toch? We hebben geleerd te communiceren, ook tijdens de opleiding. We hebben geleerd liefde en respect te hebben. En dat doen wij tijdens onze 4-jarige opleiding. Maar we kunnen niet in je stoppen, want die opvoeding krijg je van huis en de omgeving. Maar wij vormen je om. Niamut zegt verder dat de patiënt goed geobserveerd moet worden. Ook moet er volgens haar goed gecommuniceerd worden met de specialist en de arts. Volgens medisch directeur Lindy Liao Kifa is de verpleegkundige het verlengde van de specialist. Dus het is voor ons natuurlijk ook veel efficiënter. Dat hopen natuurlijk dat mensen niet alleen op school zitten, maar werken en leren. Dat betekent dat mensen niet gewoon hebben en alleen maar in de schoolbanken zitten, maar tegelijkertijd dat ook aan de werkvloer hebben. En dat is voor ons een win-win situatie. Jullie leren en wij hebben natuurlijk wat hulp op de werkvloer. Dat is het concept dat we hebben van het beroepsbegeleid leren en daar zijn we dan bij om. We zijn blij met het initiatief van mevrouw Boomgaard. Dat zij dat voor ons toch verder heeft willen ontwikkelen. Trekt dus natuurlijk aan evaluatie toe en dat gaan we natuurlijk ook doen. Maar we willen meer van dat soort trajecten om het alleen goed uitwerken. Dus dank aan ieder. Dank voor jullie inzet. En natuurlijk gefeliciteerd. Ik wil natuurlijk ook het korps feliciteren. Ik wil de familie feliciteren. Iedereen heeft hoe dan ook zijn bijdrage geleverd aan dit resultaat. Ik weet niet of jullie op de hoogte zijn van de missie en de visie van het ziekenhuis. Dat hangt daar aan de muur. En ik wil er wel op wijzen, als je het goed leest, dat het Academisch Ziekenhuis verwacht dat we werken met deskundige, innovatieve teams van professionals. Deskundigheid betekent dat we ons zullen moeten bij- en nascholen, zodat we op de hoogte zijn van de laatste ontwikkeling. Innovatief bedoelen we eigenlijk creatief, want je weet, het is een beetje een precaire situatie. We hebben niet altijd alles wat voorhanden is, maar we moeten toch met de beperkte middelen die we hebben, zullen we toch goede kwaliteit van zorg moeten leveren, natuurlijk op een verantwoorde manier. AZP-medisch directeur Lindy Liao Kifa. Ze sprak vanmorgen bij de diploma-uitreiking aan verpleegkundigen van de BBL1-groep. De feestelijke ceremonie vond plaats in het auditorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.